Ja, goeiedag even. Hé, jongens, ik mag nog wel graag vissen. Of ja, graag vissen. Eigenlijk lust ik gewoon graag vis. Als er een beetje de frituurpannen komen, dan heb ik er eigenlijk het meeste schik van. Maar goed, ik was even met vissen vorige week aan de haven van Elburg. Hè. Er zat een kerel naast me. Die ving helemaal niks. Die had een mooi hengeltje bij je met het hele setje compleet. Maar net zo'n beetje glad, helemaal niks vang. Net zo'n beetje niks. En die vent die komt naar me toe, hij zegt maar, heb je al wat te vangen? Ik zeg, jongens, zat. Ik zeg, meer dan zat. Ik zeg, ik scheid het trek ik muur. Ik zeg, want ik ben er eigenlijk wel een beetje flauw van zoveel dat ik heb gevangen. Hij zegt maar, je hebt helemaal geen hengel bij je. Hij zegt, ik zie de ene kant van de stoel, hij is een pot met pieren staan. En de andere kant hij een hamer liggen. Hij zegt maar, hoe wou ik dat dan zeggen? Ik zeg, dat gok je niet vertellen. Ik zeg, dat is een geheim. Hij zegt, jongen, dan kun je me toch even verklappen of niet? Hij zegt, misschien heb ik er zelf ook wat aan. Dan kan ik zelf ook op die manier gaan vissen. Ik zeg, nou, voor 10 euro, ik zeg, vertel ik je het geheim. Dus die vent die geeft me een tientje. Ik zeg, jongen, ik zeg, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Ik zeg, je pakt een pier uit de pot. Ik zeg, die hol ik even een stukje boom met water. Ik zeg, en als die vis dan springt, ik zeg, dan slooi hem bangs. Ik zeg, gelijk met de hamer op de bas. Hij zegt, maar vangt dat nog een beetje dan? Oh, ik zeg, 10 of 6 euro om mij zo te pakken.